in de kroeg zat, kwam er een oude man binnen, gehuld in een wolk van gedachten. Hij had een papieren zakje bij zich dat hij vlakbij mijn tafeltje liet vallen. Hij merkte het niet, ik raapte het op en gaf het hem. Hij ontwaakte en zei... Oh, dank u wel. Wil je een rokertje? Weet je wat dat is? Dat is 2 ons alle handen. Dat moest ik halen voor mijn vrouw omdat er visite komt vanavond. Ze zegt, breng 2 ons alle handen voor me mee. En ik heb het gedaan. Het is een volmaakt zinneloze daad in deze wereld die bezocht wordt door de lepra van de geest. Ja. Ik sta toch ook op, 's ochtends. Zinneloos. Ja. Ik was gelaat en handen, soms de hele gestalte. Zinneloos. Ik eet mijn ei, zinneloos. Ik ga aan mijn werk, zinneloos. Maar ik doe het, allemaal. En dan kan ik toch niet ineens zeggen, nee, 2 ons alle handen haal ik niet. Slaat niet. Afrika ontwaakt. Nou, bij mij mag Afrika ontwaken, maar ik vind het beangstigend. Ik slaap er slecht van. Nee, plak nou niet meteen een etiketje op mijn voorhoofd en zeg nou niet, die man is tegen een ras, want ik ben niet tegen een ras. Zwart, geel of bruin, ze mogen van mij allemaal 2 ons aller handen, maar ik kan het niet overzien. Kun jij het overzien, beste man? Ah, vroeger wel. Oh ja. Dan ging ik naar vergaderingen. Ja, er stond dus een man op het toneel, een beetje een gluiperig iemand die in de kamer wou komen, weet je wel. En die riep dan, eens zullen alle volkeren van de wereld, de onderdrukte volkeren, het juk afschudden van de uitbuiters of woorden van gelijke strekking. En dan klapte je in je handen, want je vond dat dat moest gebeuren. Ja, ik vind het nog. Alleen nou slaap ik er slecht van. Want het afschudden van jukken door onderdrukte volkeren, dat is een mooi iets om naar te streven. Maar het is verdomd vervelend om het mee te maken. Nou zou je zeggen, man, jij bent een bange suffer. Vroeger was ik je aangevlogen. Maar nou zeg ik ja. Daar ben ik. Een bange suffert. Tja, ik heb geen klare kijk meer op de wereld. Ik ben onnozel. Niet helemaal onnozel. Ja, mijn vrouw wel. Mijn vrouw is helemaal onnozel. Als ik je nou vertel. Laatst gooi ik per ongeluk een flesje inkt om op het tafelkleed. Wat denk jij dat ze deed? Ze huilde om dat ratkleed. In deze wereld en terwijl Afrika ontwaakt. Nou jij meer. Oh, dan moet je knap onnozel wezen. Tje, het is een brave ziel. Maar wat moet ik met haar? Neem me 2 zoons. Neem me zoons. Ja, ik heb er 2. Want ik ben nog uit een tijd dat de mens zich vanzelfsprekend voortplantte. Die oudste jongen is getrouwd, heeft een baby. Dan loopt hij met van die troebele koeienogen achter die wagen aan te memmen. En dan denk ik wel eens, ach, Siffert. Denk jij nou werkelijk dat dat wurm gelukkig zal worden? Ah, ik hou mijn mond. Ik zwengel mijn gouden uurwerk in de wagen heen en weer zoals dat voor een opa past. Nou, de andere jongen is thuis. 18 jaar. Tja. Ach, een nozem zal ik niet zeggen. Hij is een soort artiest, maar hij maakt niks. Ja, dat kan tegenwoordig. Ik weet niet precies hoe het zit, maar hij volgt een soort Amerikaanse beweging. De Beatniks heet het. Ik weet niet precies wat de inhoud is, maar het is eigenlijk een soort Wim wil niet oppassen, maar dan in groepsverband. Als hij eens een keer thuis is, dan
Zit hij nou me te kijken of ik hem een grote som geld schuldig ben? Ik weet niet waarom. Tja. Vroeger dan praten we nog wel eens en dan zei hij dat het allemaal mijn schuld was, de wereld. En dat hij daarom geen vak wou leren. En niks. Zomaar gewoon zitten. En boos wezen. Ach je. Tegenwoordig zwijgt hij. En ik ook. Tja. Hij is trouwens bijna nooit thuis. Nee. Alle handen. Voor de buurvrouw, die komt vanavond. Andere mannen die gaan dan de hond uitlaten, maar ik heb geen hond. Dus blijf ik maar thuis. En dan zitten die twee vrouwen met elkaar te praten. Over hoe ze een bepaald gerecht bereiden. Of iets reinigen. Zinneloos. En ik zit erbij met mijn hand op mijn knieën. En langzaam zweven mijn gedachten weg. En dan is het eigenlijk net als in die bioscoop, weet je wel. Als het vliegtuig de lucht ingaat en de mensen steeds kleiner en kleiner worden. En dan zie ik eerst die twee vrouwen. En dan zie ik de aardkloot wentelen in het universum. Ik voel me bevreesd. Tja, en dan ineens is dat mens weg. En dan zegt mevrouw, wat was je weer zwijgzaam? Je bent nooit eens gezellig. En je hebt bijna niks gegeten van de allerhande.